We zijn allemaal hier zo voor één geweldig evenement. Opkomend volgende week van 16 tot en met 20 september. De regering van de Republiek Suriname, in het bijzonder het ministerie van Openbare Werken, Transport en Communicatie en de Telecommunicatieautoriteit Suriname, TAS, en de Caribbean Telecommunication Union, CTU, organiseren van 16 tot en met 20 september de ICT Week. De ICT Week wordt onder andere georganiseerd om de samenleving te informeren en het bewustzijn over het effectief gebruik van ICT te vergroten. Het thema is Digital Transformation, Do It! Op vrijdag 13 september is de media breedvoerig geïnformeerd over deze ICT Week. Suriname moving ahead in terms of the government adopting information and communication technologies. And we are bringing some of the programs that we have in ICT to help support the government of Suriname in the adoption of the technology. So one of the featured activities that will be happening next week from the 18th to the 20th of September is one we call Caribbean Futurescape. And it demonstrates through a technology immersion experience the value of having an electronic identification card. And you know, when we talk to people about technology, many times they don't really appreciate the value or the transformative potential of that technology to improve what they already do. Mm-hmm. So in Caribbean Futurescape, you will never hear us talk about the technology, but you would experience it. We starten met twee dagen van vergaderen van ICT-ministeries van alle CARICOM-lidlanden. Daarna, op woensdag 18 september, starten de activiteiten die toegankelijk zijn voor verschillende doelgroepen in de samenleving. En daar zijn er in totaal 4 verschillende activiteiten, waarvan voor voornamelijk de TAS het belangrijkste de Caribbean Futurescape is. En daarnaast hebben we nog twee Facebook trainingen, een training over Internet of Things, en we gaan ook trainingen geven aan people with disabilities, en in dit geval mensen met een beperking aan hun gehoor en hun zicht. Ja. Een van de grootste stappen is geweest om dus aan te tonen het belang van het digitaliseren in Suriname van processen en procedures. Maar meer nog, het belang om als regering richting die daadwerkelijke digitalisering te kunnen gaan. ICT Week, zoals de directeur van TAS dat heeft aangegeven, ligt natuurlijk in het kader van het feit dus dat de overheid is één en ondeelbaar. Maar wat we merken is dat wij op de diverse ministeries allemaal bezig zijn dagelijks met ICT-zaken. Maar dat er dus een coherente coördinatiepunt moet zijn om de zaken te kunnen trekken. En ik denk dus dat de regering kamerbreed ook ervan overtuigd is dat dat moet gebeuren, niet alleen. Maar dat het dus ergens eruit getimmerd moet worden. En we hebben dus ICT Week waar we gebruik van gaan maken om iedereen, en daar heb ik het natuurlijk niet alleen over de regering, de overheid, maar ook de private sector, maar een ieder ander die in Suriname een stukje belang bij heeft, noem het stakeholders, die dus de ruimte zullen krijgen om mee te doen en mee te zien de richting die wij hebben gekozen als regering om dus dit stuk beleid sectoraal te gaan benaderen, niet alleen, maar zo comprehensief mogelijk aan te pakken. Your concerns about security are right. They're well placed, and the price of security is eternal vigilance, right? And the thing about it is, as in the real world, you have bad actors. Also, in cyberspace, you have bad actors as well. So we are
very, very concerned, and we will, Caribbean Futurescape is a futuristic place where all the security concerns are taken care of. But in the real world, you absolutely have to be vigilant because those bad actors are persistent. When we look at our website, we get thousands of hacking attempts on a weekly basis. Thousands, yes? And so the systems have to be put in place as you build. But one of the things that we've learned is some of the security breaches come from people. Yes? People. Workers. So a lot of you need to expend the time in training your workers, in building, in cultivating a cybersecurity conscious population. So even while we tell you about the technology, we have an obligation to alert you to the risks. Yes? It's an obligation. We cannot just tell you about the technology and not the security aspects of it. Natuurlijk, digitaliseren wil niet alleen zeggen dat je dus je processen en je procedures gooit in een systeem om efficiëntie, transparantie en alle andere makkelijkheden door te voeren, maar je moet hem ook beschermen. Het moet plus minus een maand terug zijn geweest, dacht ik. Heeft het ministerie van Openbare Werken, Transport en Communicatie een cybercrime-commissie ingesteld onder leiding van het directoraat, of het wordt getrokken door het directoraat Nationale Veiligheid. En die is dus nu hard bezig om in ieder geval dit vraagstuk goed uit te zetten, goed uit te werken en met krachtige, maar ook uitvoerbare voorstellen te komen hoe wij als Suriname onszelf kunnen gaan beschermen. U begrijpt natuurlijk dat we niet alleen als overheid proberen elke dag een stukje sneller en efficiënter te gaan werken met betrekking tot de verantwoordelijkheden die we hebben als overheid, als regering. Maar zeker ook de private sector die elke dag en constant bezig is ook te kijken. Denk maar aan de banken. Om systemen te introduceren om hun dienstverlening zeker verder op te graden.